Yo mensen, goed over DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag is het zover. Het Team of the Year komt uit. Yes! Oh, je ziet, ik heb alleen een shirtje aan. Zou je vragen, Koen, waarom? Het is min 6 buiten, klopt. Maar ik heb het warm. Weet je waarom ik het warm heb? Want ik voel dat ik een Team of the Year ga packen. De aanvallers komen in packs. En wil je nou dat ik er een ga packen? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Wil je meer Team of the Year pack openings en andere lekkere Team of the Year video's zien? Abonneer op dit Smikkelkanaal. En druk op dat belletje, want dan krijg je een melding wanneer ik een video upload. Nou, moet je weten. EA gaat nu de aanvallers uitbrengen. Messi, Ronaldo, Mbappé en... Kijk, ik ben gewoon lief naar je. Kijk, ik heb het shirtje alvast bijgepakt. Ik hoef geen Messi, ik hoef geen Ronaldo. Geef mij gewoon deze gast. Geef hem mij. Ik ben gewoon tevreden. Kijk, zo ben ik ook. Ik neem ook gewoon genoegen met iets kleiners lijkt niet alsof ik zeg dat ik een hele kleine piemel heb. Nee, ik neem ook genoegen met niet het duurste. Ik ben prima blij met Mbappé. Echt, en daar komen ze ook sowieso lightning rounds. Over 2 minuten komt Team of the Year uit. Heb je nog geen duimpje omhoog gedaan, doe het dan zeker. En laten we maar hopen dat we iets goed zijn. Ja, ik wil gewoon. Ik heb 12 4 punten. Die gaan we toch niet opkrijgen, want die packs zijn waarschijnlijk letterlijk binnen een seconde weg. Wil je nou voor de volgende lightning rounds packs kopen? Ga naar ikwiltegoed.nl. Koop deze goed kaarten en koop lekker die packies. We hebben trouwens ook tegenwoordig Instagram met ikwiltegoed. Volg ikwiltegoed en misschien komt er nog wel een leuke winactie aan tijdens het Team of the Year. Oké, mensen, hoe lang nog? Nog 2 minuten nog steeds. Wat gaat de tijd toch ongelooflijk traag. 1 minuut. Mensen zijn echt hype voor Team of the Year. Net zoals ik. Ik ga mijn Mbappé shirt aantrekken. Ik ga over mijn witte shirt heen. Want anders krijg ik het koud. Nee, andersom. Andersom. Heel mijn haar aan de tyfus. Kijk, nou, als hij 1 minuut niet geeft, dan weet ik het ook niet meer. Ik doe alles. Nou, dat is ook weer niet helemaal waar. Mensen, hier kijken we het hele jaar naar uit. Yes! Kom op dan! Is dat 7 uur? Nee, nog niet. Ho, nog 10 seconden. En dan is het Team of the Year officieel afgetrapt. Let's go, let's go, let's go. Een 5, een 4, een 3, een 2, een 1. Oh, dit is beter dan nieuwjaar. Het is 7 uur. En we zijn special pack. 50 capex. Oh mijn god, 85.000. Maar dit is echt zo op. Geef me een walkout. Geen walkout, tuurlijk. Nee, tuurlijk. EA. Nee, het is goed. Jongens, ik word er genaaid, jongen. Geen walkout. Oh, het gaat traag. Oké. Misschien kunnen we er wel 12 openen. Nee, ik denk het niet. Maar alweer geen walkout. Oh, even lekker de pack kansen weer. Lekker hoog. Oh, kijk, Van Dijk. Oh, wel lekker. Goeie kaart. 142k. What the fuck? Zieke kaart. What the fuck? En in vorm. Holy shit. Ik dacht Van Dijk, ja, 20k of zo. Maar hij is natuurlijk fucking duur. Ziek lekker. Oké. Goeie tweede pack. Helemaal niks mis mee. Jammer dat niet Team of the Year is. Dan moet ik nog even verwachten. Weer geen walkout. Ik wil even kijken hoe groot de kans is dat ik een Team of the Year kan packen. Want die is waarschijnlijk een niet. Ik mag er wel hopen op tenminste 1 walkoutje. Dat zou wel fijn zijn. Even kijken. De kans onder 1%. Ah, dat is uitstekend. Nee, dat is wel fijn om te weten hoor. Onder 1%. Een walkout? Nee, tuurlijk niet, EA. Tuurlijk. Oh, dan gaan de packs wel hard op zich. Kom op, we krijgen een walkout. Blauw. Ah, oh, gewoon goud. Oh, in vorm. Italiaans. Donnarumma. Die is wel hoog. 86, dat is wel lekker. Een 86 reden walkout in vorm. Niet slecht. Maar het is geen Team of the Year. Mijn FIFA loopt nu toch wel een klein beetje. Oh, 2 in vorm en 1 pack. What the fuck? Deze packs zijn oprecht gewoon best wel oké. Best wel goed. Een 84 en een 86 reden in vorm en 1 pack is helemaal niet verkeerd. Kunnen we nog eentje openen of zijn ze nu wel op? Kunnen we nog eentje? Kom op. Oké, is dit de laatste? Dan hebben we dus ook nog 300 kamers en koop ik nog wel iets bij. Geintje, ik ga het toch wel gaan openen. Want deze zijn wel goed op zich. Hè? Oh, dit is wel traag. Wat is dit nu? Wat gebeurt er nu? Oh, hij is nu niet meer beschikbaar. Oké, er zijn nog 35 kamers, maar die ga ik niet openen. Want daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil trouwens wel de stats zien. Van die spelers. Nee, is nog helemaal geen Ronaldo. Is het legit nog geen Ronaldo gepakt? What the fuck? 1 Messi is gepakt. Oh, 99 Messi dus. En gewoon nog geen Ronaldo. Hoeveel is Mbappé? Hij is echt geen 5 miljoen. Oh mijn god, wel. 6 miljoen? Oh, die ster. Oh mijn god. Ik moet deze gast hebben. Wat? Maar ik heb geen 6 miljoen. Dat is wel minder. Maar ik heb 500k. Holy fuck. Wat een kaart. Niet normaal. Nou mensen, eerste lightning round zit erop. Ik heb nog 6000 punten over. Prima packs, prima. Ja, helemaal lekker. Laten we hopen dat we straks wat packen. Ik ga weer straks natuurlijk door. Ik zie jullie zo bij de volgende lightning round. Oh, wat een kaart. Ik moet hem hebben. Oké, mensen, nog een paar minuutjes. En dan komt de 100k packies in packs. Er zijn 10 miljoen transfers. Waar gaat het over? En Mbappé is echt ziek lekker. Kijk deze kaart. Oh mijn god. Ik heb me net al niet helemaal verdiept in de stats die hij heeft. Dat kan ik nu wel even doen. Hij heeft namelijk 99 pace uiteraard. Alles 99. Dan heeft hij bij aanvallen nou 99 afmaken. Dat is wel oké op zich. Voor de rest ook alles fucking goed behalve zijn strafschoppen. Maar ja, maakt geen reden uit natuurlijk. Heeft hij 89 effect voor de heerlijke finesse shotjes. Ook gewoon 99 lenigheid. Dat is ook, dus agility is best wel belangrijk vind ik bij een speler. En ook uithoudingsvermogen 99. Je kan gewoon legit de hele wedstrijd met deze man rennen. Het maakt gewoon geen reden uit. En nauwkeurige kopbal 99. Nauwkeurige
kopbal. 99. Ronaldo is volgens mij al senior op de markt. Zeg gewoon dat niemand Ronaldo verkoopt. En als hij verkocht wordt, is hij gewoon gelijk weg. Het is echt ongekend. Maar zijn stats zijn ook echt ziek. Ik heb 18.000 via punten. Dat is dus 900k pack. En dan heb ik wel genoeg geopend met de aanvallers, vind ik zo. Maar ja, die aanvallers, kijk, de kans is die pack niet heel groot. Middenveld ga ik misschien een klein beetje openen. Verdedigers misschien ook een klein beetje. En dan het hele team. Dan ga ik echt even spannen. Ik ga misschien het weekend nog wel live. Misschien. Met nadruk op mis en schien. Ronaldo heeft niet eens 99 pace. Gewoon maar 97 pace. Wel 99 shooting, 95 passing, 98 dribbling en 95 physical. Oftewel, weer de beste kaart uit de game. Oh, als ik die vent op pack, jongen, dan word ik echt helemaal loco loco. Mensen, nog 5 seconden. Laten we maar vast naar het winkeltje gaan. Dan hebben we dat erop kunnen klikken. Over 4, 3. En dan gaan we die 100k packs open, mensen. En het gaat gewoon geweldig worden. We zijn er. Oké, let's go. Daar gaan. 100k packs. Tuurlijk. Wist ik gewoon. 110.000. Oké, geef mij een walker in mijn eerste. Geef me gewoon meteen. Ja, heerlijk slecht. Love it. Echt fantastisch. Fijn. Weer een inform. Hebben we niks aan. Gaan we gelijk weer met de volgende. Oh mijn god, er zijn al zoveel weg. Kom op. Nee. Een walkout? Nee, weer niet. Hoe kan ik nou geen walkout krijgen in 100k packs? EA. Zou je EA echt houden aan de rating die ze zelf gegeven hebben, zeg maar? Aan die pack kansen? Denk het niet, hè? Onder 1% nog steeds. 3% kans om een 90 plus spelen. Dat is best wel hoog, vind ik zelf. Ja, ik heb een walkout. Blauw. Waarom is die blauw? Oh mijn god, die grond is blauw. Ik dacht, ik heb er een. What the fuck? Oh nee, Ederson. Ah. Ik hoop het even Neymar of zo, dat was ziek lekker geweest. Maar we krijgen Ederson. Oké, niet slecht. Ook niet goed of zo. Nee, absoluut niet goed. Laten we alsjeblieft niet doen alsof ik niet blij ben. Maar, oh, het is blauw die grond. Dat werd net niet, hoor, bij die inform volgens mij. Jeus, ik denk van, dit is, ik dacht van, ik trek al mijn kleren uit. Ah, geen walker. Alleen Ederson, kom op. Er moet toch wel nog even wat goeds tussen zitten. Oh, wel Vidal. Oké, is best goed. En Manolas. Oké, dat zijn wel gewoon een paar spelers die best wel hoog zijn. Die ik wel kan verkopen voor aardig wat munten. Dus dat is wel nice. We hebben nog 10.000 via points. Let's go. De volgende. Geef mij een walkout. Kom op, jee. Een walkout. Geef me een blauwe. Ja, die moet niet. Kom op. Ah. Ik wil gewoon zo'n blauwe flare zien. Baans. Oh, no. Iniesta. Oh, nee. Thiago. Oké, die is wel 88. Dat is wel hoog, hè? Daar is op zich ook wel nice voor SBC's en zo. Dat is wel best wel goed. Hij is 86. Oké, dat is helemaal niet goed. Ik dacht op een of andere manier in mijn hoofd dat hij 88 was. Dat is zeker niet het geval. Hij is zeker geen 88. Oh, die packs zijn bijna opgeklote. Oké, moet ik wel een klein beetje bijkomen. We moeten een paar van die andere packs kunnen kopen natuurlijk. Van die 150k pack. Ja, of nul. Maar ja, dat gaat het niet worden. Want die packs zijn bijna op. Ik doe even het sneller, man. Oh, 2 informs. Oké, lekker. Bamba en Sinclair. Helemaal prima. Nou, die 83 discard is nu voor 1 keer. Kan ik er nog 1? Kom. Ja, nog 1. Oké, is de laatste. Oké, nog wel. Kom op. Geef mij een blauwe. Oh, fuck. Die kun je aanzetten. Verratti. Oh. Wow. Weer 2 informs. What the fuck? Ik heb heel Team of the Week bij hem. Als ik nou even Hazard krijg in vorm, dan ben ik ook blij. 4000. Dus we hebben 14, 7 packs. En daarin 3 walkouts. Is op zich prima gemiddelde. Niks mis mee. Op naar het volgende uur. Even nog 250k packages openen. En dan zit de eerste video erop. Hebben we prima packages gehad? Prima. Ben ik gewoon eerlijk in. Gewoon prima packages. Maar ja. Geen Team of the Year nog. Geen Team of the Year. Oké, mensen. Het is bijna 9 uur. En dat betekent dat er 150k packages komen. Als IE gewoon doet wat ze altijd doen. En dat zullen ze waarschijnlijk wel doen. Want IE wil geld. En ik geef het ze. Tot nu toe wel aardige packs gehad. Om heel eerlijk te zijn. Echt best wel wat in vorms. Echt 8 in vorms of zo. Als ik even een gokje mag wagen. Van Dijk. Die echt heel goed is. Hij is gewoon echt boven 150k. Eigenlijk heb ik gewoon een Team of the Year speler gepakt. Hey mensen. Ik zal het niet in de titel zetten. Want hij is niet Team of the Year. Maar hij zit wel in mijn Team of the Year. Dus ik heb wel een speler gepakt. Die in het Team of the Year zit. Maar hij is op dit moment niet Team of the Year. Maar aangezien als ik het in mijn titel zet, mensen weer gaan huilen. Een beetje terecht ook wel. Zal ik het niet doen deze keer. Ik ga maar 250k packs openen. Want dan heb ik voor deze avond wel genoeg geopend. Denk ik zo. Ja, dat denk ik wel. Het is inmiddels nog iets langer dan een minuutje. Nee, een minuut nog precies. Laten we hopen dat wij een inform gaan packen. Heeft Ronaldo inmiddels al een Team of the Year op de markt? Dat is natuurlijk de echte vraag. Die zal niet lager zijn aan dit bedrag. Nee, alleen maar. Wat zijn dit? Wants to watches. Maar hij heeft nog geen 1 inform gehad. Dus ja. Mensen, het maakt ook niet zoveel uit. Want ik ga hem nu packen. Ik ga hem gewoon nu packen. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het nu gewoon doen. Ik voel het gewoon. Het gaat gewoon gebeuren. En dikke schijt van iedereen. Want ik ga nu Ronaldo pack. Nog 10 seconden, mens. Oh mijn god. Nog 5 seconden te gaan. 4, 3, 2, 1. En daar gaan we. Het is 9 uur. De 150k. Ik kan rustig. Wat? Is dit een meme? Heb ik te snel gedrukt? Oké, daar zijn ze. 150.000. We kunnen rustig aan doen, want we kunnen er 2 openen. Daar komt de eerste. Geef mij een walkout, EA. Anders haat ik jullie. We krijgen een walkout. Kom, geef mij een blauwe. Blauw. Oh, fuck! Wat wil ik toch graag een blauwe? Wat krijg ik er weer? Oh nee, Messi is natuurlijk de Team of the Year. Ik dacht echt van, het gaat Messi worden. Maar het is natuurlijk de pauper Otamendi. Oh, mijn walkouts zijn zo slecht vandaag. Oh, mijn god. Oh, ik dacht even van, ik ga Messi krijgen. Ik had echt even heel erg gevoel dat ik Messi ging krijgen. Weer een inform Jack. Mijn naam is Jack. Oh nee, dat is Jeff. Ryan Jack. Ja, wat is onze achternaam?
Leuk. Ja, dus slecht. Als ik nu weer een wildcard krijg, ga ik misschien wat kleine puntjes toevoegen. Want dat betekent dat ze wel goed zijn. Ja, zo kan je het wel zien. Komt de volgende. Let's go. Misschien wat laatste pakje van de video. Als ik geen wildcard krijg, krijg ik weer een wildcard. Oké, ik moet wel puntjes toevoegen. Ik krijg weer geen goede speler. Ik krijg een inform wildcard. Oké, het is niet zo goed. Hey, dit noem ik geen walkout. Ah, het was 86 trouwens, dat is wel goed. Nee, mensen, ik ga mezelf een keer inhouden. En ik ga niet al mijn geld nu uitgeven aan deze klote pack. Ik ga namelijk, met name als het hele team hier erin zit, ga ik zoveel openen. En ik heb gewoon prima packjes gehad. Ik ben hartstikke tevreden. Ik heb denk ik echt wel 400k uitgehaald of zo. Dat is helemaal prima. Dus jee, dankjewel. Ik zie jullie binnenkort weer. En mensen, ik zie jullie ook binnenkort weer. Vond je deze video leuk? Doe zeker een duimpje omhoog voor meer pack openings. Abonneer ook op mijn kanaal. Kan trouwens hier klikken. Kan je mij abonneren? Abonneer. Hartstikke leuk. En wil je een andere video van mij zien? Je kan ook klikken hier of hier. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Mensen, like de video, abonneer de volgende keer. En zeg doei! Later!